Ja, supermooi mensen dat jullie er allemaal zijn. Misschien staan er nog wat in de gang een bakje koffie te nuttigen. Kom er lekker bij. Gaan we met elkaar beginnen. We hebben al een paar mooie liederen gezongen. Het thema is natuurlijk vanavond, heb jij de Heilige Geest ontvangen? Nou, daar hebben we al even over gezongen. Wees welkom, Geest van God. Dat is natuurlijk het, dat is niet het thema, maar goed, laat het duidelijk zijn dat de Heilige Geest zeker welkom is. En dat zal jullie vanavond door de Bijbelteksten die we lezen en door de liederen die we zingen ook zeker duidelijk worden. Waarom dat we de Heilige Geest zo welkom hebben geheten. Want we willen zo graag dat Hij hier in het midden is. Ja, we zijn alweer halverwege het jaar. En nu zijn we eigenlijk alweer bezig met de voorbereidingen voor het jaar 2020. Dus ik zou bijna zeggen, als je nog aan denkt van nou, dat is een mooi thema. Of die spreker moet je nog eens een keer uitnodigen. Nou, dan meld je dat even bij iemand met zo'n keycord om. Want we vinden het ook mooi om te horen welke dingen dat er bij jullie leven. En met welke vragen jullie zitten. En welke thema's dat jullie mooi vinden. En van welke thema's dat jullie graag nog meer willen horen. Dus als je zoiets hebt van nou, ik wil volgend jaar ook graag weer blijven komen. Maar dan moet je zorgen dat je de thema's op orde hebt. Dan ligt het een beetje aan jullie zelf. Dus ik zou zeggen, breng ze aan. Ja, het was best wel spannend, hè. We hadden... we zitten natuurlijk in de meivakantie en heel vaak dan zitten we in begin mei, als dan de vakantie is, zitten we te denken van, doen we nou wel een jij daar de eerste week van mei of doen we dat in de tweede week van mei? Want ja, je zit altijd een beetje mee, een aantal mensen die gaan op vakantie en de vrijwilligers, dat is ook altijd net even iets minder. Dus je moet dan met minder mensen toch dezelfde spullen klaarzetten en ja, er zijn altijd mensen die weten net weer iets meer als jou en die zijn dan net weg. Nou, dat hadden we dus nu ook. Er zijn altijd de mensen die het meeste weten, die zijn misschien net wel even weg. Maar goed, het is allemaal goed gekomen en ze zijn ook heel erg dankbaar dat het ook allemaal goed gekomen is. Je kunt het zien. Trouwens, de stoelen die stonden er al, want het was hier vakantie. Dus de school was helemaal niet in gebruik. En zondag zit hier nog een kerk, dus die stoelen hoeven we nog niet klaar te zetten. Dat was weer een pluspuntje. Maar goed, we hebben eigenlijk altijd wel weer mensen nodig. Het is een komen en gaan. Dus zeg je van, nou jongen, ik kom al zoveel jaren hier, ben jij daar. En ik vind het mooi om daar eens een steentje aan bij te dragen. Dan zou ik zeggen, meld je ook aan. Dus voor de thema's, sprekers, vrijwilliger, dan mag je je even aanmelden. Bij mij of bij Liesbeth of iemand met zo'n keycord om. Dat zijn echt dingen, daar zijn we altijd naar op zoek. En dan gaat het niet om de discipline afwassen. Of ook niet om mensen, weet ik veel, schoenen te poetsen of zo. Maar echt gewoon, we hebben mensen nodig die de stoelen klaarzetten. We hebben mensen nodig die dat geluid regelen. We hebben mensen nodig die achter zo'n videocamera staan. We hebben mensen nodig die de koffie schenken. En we hebben ook nog mensen nodig voor... wat was het ook alweer? Social media. Oh ja, doe jij dat even? Ja, ik heb met je ding. Hallo. Even kijken of het werkt. Ja, top. Wie weet wat social media is? Nee, geintje. Wie van jullie heeft een Facebook? Daar ben ik even serieus benieuwd naar. Want voor mij is dat een beetje een uitstervend ras. Of had het wel mee? Oh, kijk, dat is top. Nou, even een testje of jullie niet liegen, zeg maar. Wie heeft het filmpje gezien die ik een uur geleden gepost had? Wow, dat is één persoon. Wie heeft het evenement, wie heeft zich aangemeld voor het evenement die ik aangemaakt had? Oh, dat is ietsje meer. Nou, wat het dingetje is, ik zoek eigenlijk iemand erbij bij de social media, zeg maar, team, bij het PR-team, die mij wil ondersteunen of misschien wel een keer gaan vervangen om... Dat zeg maar allemaal te plaatsen en contact met de spreker, dingen verzinnen, filmpjes maken, dat soort dingen. Kun je dat verstaan trouwens? Een demo van... Ja, gaat goed. Dus als je dat nou zou willen, dat zou ik heel leuk vinden. Dan kan je bij mij aanmelden, dus niet bij iemand anders gaan doen, gewoon bij mij komen. En dan misschien kunnen we een Instagram-account opzetten of zo voor jij de Apeldoorn. Misschien wel op Snapchat, weet ik veel. Maar allemaal ideeën zijn welkom. Wie heeft de Snapchat? Oh, dat had gedacht dat er meer zou zijn. Oké, nou, dan houden we het gewoon op Facebook tot nu toe. Maar meld je aan. Dankjewel. Ik ben alweer klaar. Ik weet nog dat hij een aantal jaren geleden vond hij dit hartstikke spannend om zulke dingen te doen. En kan je nog even vragen? Ja, nu nog steeds hoor. Want nu mijn hart is... Nou, maar hij doet het wel hard. Gewoon. Hè? En dat is echt het mooie. Je zit misschien tegenaan te hikken van wil ik nou wel helpen en wil ik nou niet helpen bij jij daar. Jongen, je valt zo in zo'n leuke groep zeg maar vrijwilligers. En we helpen je met z'n allen groeien. Ik ben iets... op een verkeerde manier gegroeid, maar... Ik heb hem wat wijde trouwens. Hij is vrachtwagenchauffeur, dat komt bij hem nog. Ja, neem dat ding maar mee. Doei.
Ja, we leven in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. En hoe mooi dan ook dit thema. Want alle informatie die je vanavond krijgt, blijft hopelijk in je achterhoofd zitten. En kun je de komende tijd, als jullie dominee gaat spreken over hemelvaart en over de uitstorting van de Heilige Geest, heb je dat allemaal paraat en snap je de dingen misschien ook beter. Hoop ik. Ja, vandaar ook het thema. Heb jij de Heilige Geest ontvangen? Misschien leef jij wel in onzekerheid. Of je een kind van God bent. Of je zonden al vergeven zijn. Of Jezus ook jouw redder is. Of God ook jouw vader is. Of jij hem wel echt gezocht hebt. Of jij Jezus hebt aangenomen uit zijn uitgestoken vaderhand. Laat staan of je de Heilige Geest ontvangen hebt. Misschien zijn dat allemaal wel van die vragen die bij jou wel leven. Of één van die vragen kan natuurlijk. Hoe weet je dat nou? En wat verandert er dan in jouw leven? Nou, daarvoor hebben we dominee Simons ook uitgenodigd. Hopelijk ga je vanavond antwoord krijgen op je vragen. En dit allemaal doen we ook met de hulp van de Heilige Geest. Ja, dominee, we zijn heel erg blij dat u er weer bent. Volgens mij kan ik u wel schetsen als een zeer betrokken man bij de stichting Jij Daar. Met een groot hart voor jongeren. En een nog groter hart voor de Heer Jezus. Hij knikt heel bescheiden. Maar we zijn echt heel blij dat u er bent. Want ja, u bent echt een toch wel een trouwe spreker ondertussen. Hij komt al heel wat jaren. En volgens mij heeft hij nooit nooit de roep afgeslagen. Zo van jongens, nodig mij nu maar een keer niet uit. Want het wordt me te veel. En volgens mij werd het hem soms ook wel eens te veel. Maar hij had zoiets van jongens, ik kom gewoon. En ik wil gewoon jullie graag die blijde boodschap geven en delen. En... Nou, goed. We gaan lezen uit Johannes 14. Leuk, hè? Johannes 14, vers 15. En dan sla ik een klein stukje over en dan ga ik naar vers 23. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. In eeuwigheid. Mooi, hè? Jezus zelf bidt voor ons en hij zendt ons de Heilige Geest. Jezus kon niet altijd bij ons blijven. Hij moest terug naar de Vader om voor ons plaats te maken voor die trooster. En ik zat daar wat over op te zoeken. Kijk, en daar staat er trooster. Parakletos staat er dan in het Grieks. En dat betekent eigenlijk niks anders als advocaat of je helper. Nou, jullie kennen vast wel, jullie weten vast wel wat een advocaat is. Die bijstaat als het wat minder gaat of als je hulp nodig hebt. En misschien als je juist een veroordeelde bent die een goed woordje voor je doet. Namelijk de geest van de waarheid, zo wordt hij heel vaak genoemd. Hè? De geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. De Heilige Geest komt dus in je wonen. Ik zal u niet als wezen achterlaten, zegt de Heer Jezus, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wat een relatie, hè? Dat lees je zo makkelijk, hè? Maar als je zijn geboden bewaart, dan zal de Heilige Geest dus jou gezonden worden. En dan komt de drie enige God komt gewoon bij je wonen. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. En Judas, niet de Iscariot, die zei tegen hem, Heer, hoe komt het dat u zelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. Dit is dus blijkbaar een kenmerk, hè? Een kenmerk van de ware gelovigen. Leg je leven hier eens naast. Hoe heb je de achterliggende week geleefd? Wij hebben toch ook zijn geboden? Heb je ze in acht genomen? Of moet je zeggen dat je er eigenlijk niet zoveel hebt over nagedacht en misschien zelfs wel een beetje de kantjes eraf gelopen hebt? Dan ben je misschien wel gevuld met hele andere dingen als met de Heilige Geest. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. Dat is misschien het kenmerk van een ongelovige. En het woord dat u hoort, is niet van mij, zegt de Heer Jezus, maar is van mijn Vader die mij gezonden heeft.
Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Zie eens hoe belangrijk het is dat we de Heilige Geest nodig hebben. Dat Hij, de Geest van de waarheid, ons leidt in al de waarheid. Laten we twee liederen gaan zingen. Eén is Leid mij Heer, o machtig heiland. Ja, daar gaat het echt over van, ja, we zijn zwak. We zijn onmachtig, maar u bent machtig en vul ons met uw geest. En het andere lied is Wees stil voor het aangezicht van God. Maar gij zijt machtig, wees mijn gids in het malen.
Ja, dat is een mooi lied. Het is goed om ook te beseffen dat ook vanavond hij hier in het midden is. Want hij heeft dat beloofd, hè? Waar er 2 of 3 zijn in mijn naam, daar is hij in het midden. Ik wil met jullie nog een gedeelte lezen uit Johannes 16. Daar staat ook heel erg mooi in wat de Heilige Geest doet. En er staat, maar ik zeg u de waarheid. Ja, dat doet de Heer Jezus ook, maar de Heilige Geest is ook. Het is de Geest van de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga, maar als ik niet wegga, dan zal de trooster, de Heilige Geest, niet naar u toe kunnen komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die, de Heilige Geest, die advocaat, gekomen is, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Ik zat erover na te denken, ik denk, dat is misschien wel de ergste zonde, dat je zegt van, nee, Jezus, wij hoeven u niet. Ik hoef u niet. En van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. Toen ik daarover nadacht, denk ik, dat is toch wel een beetje een lastige, maar ik denk, misschien wordt daarmee bedoeld dat de Heer Jezus eigenlijk aan het recht van God voldaan heeft. Het was volbracht. Gods recht was voldaan. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Alleen heeft die vorst zijn vonnis nog niet gehad. Wanneer dat gebeurt, zal de Heilige Geest ook duidelijk maken, want dat staat in vers 13, dat lezen we straks, over de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Nog veel meer heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt dat nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet van zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, dat zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Ik zou zeggen, bid elke dag om de Heilige Geest. Blijf dicht bij het woord, dan sta je nooit voor grote verrassingen. En dan het werk van de Heilige Geest. Die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. De Heilige Geest heeft echt altijd Christus op het oog. Altijd moet hij in het licht staan. En alles wat de Vader heeft is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Ik wil met jullie deze avond beginnen. Maar we zijn al een beetje begonnen, maar eerst met jullie bidden. Almachtige God, dank u wel dat wij hier zo weer met elkaar na mogen denken over een heel mooi en ook een heel belangrijk thema. Heb je de Heilige Geest ontvangen? Heer, en ik weet niet hoeveel mensen dat er vanavond gekomen zijn die deze vraag ook in hun hart hebben. Heb ik nou de Heilige Geest ontvangen? Heer, ik bid u ook echt om de Heilige Geest. Zend hem die in rijke mate naar ons allemaal. Heer, we hebben Pinksteren achter de rug. Heer, de Heilige Geest is uitgestort al heel veel jaren geleden. Heer, en u hebt het beloofd, ik zal hem uitstorten op alle vlees, Heer, maar doet het vanavond ook hier in rijke mate. Dat wij hier allemaal vervuld mogen zijn met de Heilige Geest. En het klinkt heel groot, Heer, maar we verwachten ook grote dingen van u. Heer, we mogen ook u danken dat de Heer Jezus naar deze aarde kwam, gestorven is aan het kruis. En dat hij opgestaan is en naar de hemel gegaan is om ook plaats te bereiden. Heer, en dat er aan uw recht voldoening is aangebracht. Dat het volbracht is, dat het klaar is. Dat het werk hier op aarde volbracht is, helemaal. We danken ook voor die opstanding die we ook pas hebben herdacht. Dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood en sterker is dan de dood. En dat wij dan ook mogen weten dat wij ook weer op zullen staan. Hij als de eersteling. Heer, we danken ook voor de hemelvaartsdag. Dat ook daarna de Heilige Geest weer naar ons toe is gegaan. Dat het een soort van wisseling is geweest. De Heer Jezus in de hemel en de Heilige Geest op de aarde. Heer, we bidden of we zo met elkaar een gezegende avond mogen hebben. Wilt u dominee ook woorden geven en hem leiden met uw geest. En dat hij het uit u zou nemen en het ons mag verkondigen.
door middel van uw geest. Heer, we danken voor al die avonden die we hier mogen hebben. En ik heb het ook gezegd dat we alweer bezig zijn met de voorbereidingen als u het geeft dat we nieuwe avonden mogen houden hier. Heer, en we bidden ook daarvoor of u daar ook in wil voorzien. Dat we de juiste sprekers en de juiste thema's mogen hebben. Dat we de mensen die hier komen, dat we die de juiste informatie geven dat ze op u gericht zullen zijn. Dat ze tot u zullen groeien. Dat ze gesterkt mogen worden in hun geloof en in genade en in kennis. Wilt u vanavond de Satan weren? Dat we niet lastig gevallen worden of dat er iets misgaat of dat er dingen gebeuren die ons kunnen afleiden. Dat we op u gericht mogen zijn. Onderwijs ons en leid ons en overtuig ons. En doe grote dingen. Heere, schenkt u uw gave. De gave van de geest. Dat er vanavond feest in de hemel mag zijn, niet voor die ene zondaar die tot bekering komt, maar voor die velen die tot u komen. Zo bidden we dit alles in Jezus' naam. Amen. Ja, we gaan het lied zingen als de hemel openbreekt en met de aansporing ook van wakker ons aan, zet ons in vuur en in vlam. Een mooi lied ook weer over de Heilige Geest. Zweverig lied, toch? Nou, in het Grieks staat er iets van pneumatos of zo. Donis zal het vast beter weten. Maar dat alles te maken heeft met adem en met wind. Wij zeggen altijd Heilige Geest, maar eigenlijk staat er gewoon letterlijk adem of wind. Dus dat wordt hier ook in het lied ook bedoeld. Ik wil nog met jullie één gedeelte lezen uit de Bijbel. En jullie weten hoe het altijd gaat hier straks dan. Dan gaan we je buurman en je buurvrouw even een handje geven. En dan zeggen we altijd een wens of een vraag of zo. Nou, jullie mogen zo even raden wat dat is. Het komt eigenlijk altijd uit het stukje van de Bijbel wat we daarvoor lezen. Het staat in Efeze 5. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Het steekt hem dus best nauw hoe je leeft. Dit zegt Paulus niet tegen ongelovigen, maar dit zegt Paulus tegen gelovigen in Efeze. Nauwgezet wandelen als wijzen in een kwade wereld.
Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken in wijn, of vul maar daar wat in, wat we tegenwoordig allemaal hebben. Waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vrezen van God. Nou, roep eens wat. Welke wens gaan we elkaar meegeven? Wat denken jullie? Wie durft? We hebben hem net gelezen en dat lijkt me niet zo moeilijk hoor. Niemand? Wordt vervuld. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Ja, precies. Maar ik heb daar wel bij gezet, hier hoort wel een nauwgezet leven bij. We kunnen wel zeggen van, nou, wordt vervuld met de Heilige Geest. Nee, je moet dus leven als een verstandige en wijs. Dus ik zou zeggen, sta even op. Daarna zingen we een mooi lied en dan wil ik de dominee het woord geven. En zeg tegen elkaar, word vervuld met de Heilige Geest. Maar hou in je achterhoofd, nauwgezet wandelen, niet als wijze. Of wel als wijze, niet als dwaze. Word vervuld met de Heilige Geest. Waar zijn ze?
heel apart, hè? Dat... Kunnen jullie mij horen, trouwens? Ja. Oké. Okay. Wel apart dat een dominee in de schijnwerpers wordt gezet, hè? En ik moet heel goed kijken naar jullie gezicht. Het zou eigenlijk andersom moeten zijn, denk ik. Ik zou wat meer in duister moeten staan en jullie wat meer in het licht. Maar misschien gaat het licht straks bij jullie ook wel aan. Mag je wel een beetje dubbelhartig opvatten, goed? Hey, fijn dat ik vanavond hier mag zijn. Ik heb niks voorbereid. En ik ben de hele dag ermee bezig geweest, in mijn hart en in mijn gedachten. En ik heb niks op papier, dat doe ik vaak hoor, niet wat op papier zetten, maar... We verwachten het vanavond, en niet alleen vanavond, maar van de Heilige Geest. Ik zie er echt naar uit vanavond om met jullie samen na te denken over dit thema. Ik heb het thema niet zelf aangereikt. Ze hebben gevraagd of ik hier iets over wilde zeggen. En dat wil ik ook heel graag. En waarom? Waarom juist over de Heilige Geest? Nou, als er één ding in mijn leven geweest is waar ik zelf persoonlijk heel erg mee geworsteld heb, dan is het met de Heilige Geest. Daarom ga ik een uitspraak doen, die doe ik wel eens meer, maar die geldt zeker ook voor vanavond. Moet je luisteren. Als de dingen hier in je hoofd niet helder zijn, kunnen ze ook niet in je hart helder worden. Hier moet je even goed over nadenken. Dus wij belijden hiermee dat God door het horen van het woord dat zegent aan je hart. Mis je de kennis in je hoofd, de kennis van het woord, kan het ook niet in je hart gezegend worden. Natuurlijk, uitzonderingen bevestigen de regels. Een kindje van Down, wat niet het vermogen heeft zoals jullie, daar kan God rechtstreeks in het hart werken. Maar in jullie leven werkt God door de kennis van het woord. En als je het niet helder hebt, als het gaat om de Heilige Geest, kun je ook niet helder troost in je hart ontvangen over de Heilige Geest. En ik denk, en dat meen ik echt serieus, dat in de kerk op dit punt, als het hierover gaat, heel veel onkunde is als het gaat om de Heilige Geest. Ik ga het eerst een paar versen, zomaar een paar versen lezen uit Handelingen 19. En het geschiedde terwijl de Apollos de Korinthe was, dat Paulus de bovenste delen van het land door reistebbende te Efese kwam en enige discipelen, enige volgelingen, vindende. En hij zeide tot hen: heb gij de Heilige Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En ze zeiden tot hem: wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen: waarin zijt ge dan gedoopt? En ze zeiden: in de doop van Johannes. Wat Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is Christus Jezus. En die hem hoorden, werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en ze spraken met vreemde talen en profeteerden. En al deze waren omtrent 12 mannen. Ik ben wat ouder als jullie. Ik heb natuurlijk heel veel gezien in kerkelijk Nederland. En ik kom zelf uit oud-gereformeerde kringen. Daar ben ik opgevoed. En tot mijn 27e jaar heb ik ook onder de oud-gereformeerde gemeente gekerkt. Ik was 25 jaar toen God in mijn leven kwam. En toen is er een soort zoektocht gekomen, want ik wist niet meer wat waarheid was. En ik ben toen ook in het gezelschapsleven terechtgekomen. Weten jullie nog wat het is, gezelschapsleven? Dan komen kinderen van God op een doordeweekse dag soms of 's avonds bij elkaar. En dan houden ze daar een soort bijeenkomst en delen ze met elkaar hun ervaringen. En daar heb ik een uitspraak van onthouden. Als ze het over de Heilige Geest hadden, dan zeiden ze: het is de eerste die in het leven van een mens gaat werken. En het is de laatste
die zich laat kennen. Nou, dat vond ik een hele aparte uitspraak. En jullie misschien ook wel. Maar aan het eind van de avond vind je misschien niet meer apart. Er is schijnbaar in de Bijbel onderscheid tussen het werk van de Heilige Geest en de persoon van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de eerste die in het leven van mensen werkt. Wij weten vanuit de Bijbel, en ik hoop ook dat jij dat weet uit je eigen leven, dat de Heilige Geest het woord gebruikt, dat de Heilige Geest is die je hart opent. De Heilige Geest is iemand die jou overtuigt. De Heilige Geest is iemand die jouw ogen opent. Dat is allemaal het werk van de Heilige Geest. Er is ook iets over gelezen vanavond in Johannes 16. He, als op de Pinksterdag gebruikt God de apostelen, waardoor de Heilige Geest de ogen van de 3000 opent. Maar als we praten over het werk van de Heilige Geest, dat is nog iets heel anders dan dat de Heilige Geest in je komt wonen. De Heilige Geest kan niet in jullie hart wonen en ook niet in mijn hart. In die beestenbende van ons bestaan kan de Heilige Geest geen woning hebben. Dat kan niet. Er moet plaats gemaakt worden voor de inwoning van de Heilige Geest. En er is er natuurlijk maar één die dat doen kan. Christus. Christus is het die in het hart van mensen plaats maakt voor de Heilige Geest. Onthouden of opschrijven in Romeinen 8, vers 9 tot 11... Dan zegt Paulus, als je de Heere Jezus Christus niet hebt, jonge mensen, dan kun je ook de Heilige Geest niet hebben. Dus het is onmogelijk, als je de Heere Jezus persoonlijk niet kent, dat je kennis hebt aan de Heilige Geest. Onmogelijk. De volgorde in het Koninkrijk van God, niet om er een systeem van te maken, maar is wel, wanneer je tot de kennis van de Heere Jezus komt, wanneer je door het eenvoudig geloof op Christus leert steunen tot je eeuwig behoud, komt op dat moment de Heilige Geest in je wonen. Dat is nog wat. In 1 Korinthe 6, ook onthouden, vers 11, zegt de apostel Paulus dat zijn lichaam een tabernakel is waar de Heilige Geest in woont. Dat is wat hij. Als je belijdt dat Jezus Christus jouw zaligmaker en jouw verlosser is, al is dat met heel veel vertwijfeling misschien, of met heel veel aanvechting, of met heel veel onzekerheid nog, maar als je met enige mate zekerheid mag belijden dat Christus Jezus jou dierbaar is geworden, dan zeg ik je, dan heb je de Heilige Geest ontvangen. En of je dat nou voelt of niet voelt, maar de Bijbel zegt, wanneer wij tot de kennis van de Heer Jezus komen, ontvangen wij de Heilige Geest. Als je de Heer Jezus niet hebt, heb je ook de Heilige Geest niet. Dus als wij Psalm 119 zingen, derde vers, of schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken, dan dacht ik vroeger altijd, dan bad ik vroeger om de Heilige Geest, en dan dacht ik, als de Heilige Geest mij nou de kracht geeft om naar de geboden van God te leven, dan kan ik misschien ook nog zalig worden. Maar ik snapte er natuurlijk helemaal niks van. Ik begreep helemaal eigenlijk niet wat het werk was van de Heilige Geest. Want in Psalm 119 is er een kind van God aan het woord die de Heilige Geest heeft en die daar bidt om door de Heilige Geest rein, om dat woord even te gebruiken, om rein voor God te mogen wandelen. Dus als jij hier worstelt met jouw zaligheid en met jouw behoud, en dat je geen vrede hebt met God, en dat je geweten jou aanklaagt, en je bidt om de Heilige Geest, in de zin van, stel mij in staat om te leven naar het woord, dan snap je niet, bijbels gezien, hoe God werkt. De kinderen van de Heere, de gelovigen, die ontvangen de Heilige Geest. Waarom? Omdat zij door de Heilige Geest in een nieuw leven voor God gaan wandelen. Sommige mensen denken, als je een kind van de Heere bent, dat je een bijzonder mens wordt of zo. Of een heilige of zo.
Nee, weet je wat het bijzondere is als je een kind van God wordt? Dat je de Heilige Geest in je krijgt. En dat is niet zomaar iets van een wind of zo, die even zomaar waait in je leven en die van de 24 uur maar even 5 minuten per dag in jou aanwezig is. Nee, ik zeg jullie op grond van de Bijbel dat de Heilige Geest in je komt wonen, permanent. Die zou je nooit meer verlaten. De Heer Jezus zegt, die zou in jullie komen wonen en die zou eeuwig in jullie blijven. En jongens, daar ben ik de laatste tijd heel vaak mee bezig. Maar die Heilige Geest die in ons woont, zegt Paulus, die heeft Jezus uit de doden opgewekt. En als ik straks sterf, zal die Heilige Geest die in mij woont, mij ook uit de doden opwekken. De Heilige Geest woont 24 uur per dag in het leven van een kind van de Heer. Daarom zegt Jezus ook in Johannes 16, ik zal jullie geen wezen laten. Ik ga wel bij jullie weg, ik ga bij jullie weg, maar de Heilige Geest die zal komen en die zal eeuwig bij je blijven. Heel mooi wat ik net even hoorde over die parakleet. Johannes gebruikt dat woord, is de enige in de Bijbel die dat woord parakleet gebruikt. En die gebruikt het in zijn brief en die gebruikt het in het Johannesevangelie. En het is waar, een parakleet is iemand die bij je komt staan, die naast je komt staan. Iemand die het woord voor jou voert. Moet je luisteren hoor, iemand die de zaken voor jou behartigt. En nou zegt Johannes dat wij een parakleet hebben in de hemel, Jezus. Een parakleet die de zaken behartigt in de hemel. Die voor ons het woord voert. Die voor ons bidt. Die onze zaken behartigt in de hemel. Maar we hebben ook een parakleet in ons hart. In ons lichaam. In ons wonen. En die parakleet die bidt in ons wanneer wij niet weten hoe we bidden zullen. Dus heel mooi is dat in de Bijbel dat er tweemaal gesproken wordt over een parakleet. Een parakleet in de hemel en een parakleet in je hart. De Heilige Geest. Als ik nou vanavond eens aan jullie zou vragen, hè? En geen vroom praatje of zo, en niet zomaar een dogmatisch betoog of zo, hè? Maar even serieus, hè? Heb je echt de Heilige Geest ontvangen? Dan denk ik dat er straks vragen gaan komen van hoe kun je dat weten? Moet je dat voelen of zo? Of moet je dat beleven, dominee? Hoe kun je weten dat je de Heilige Geest hebt ontvangen? Nou, je wil natuurlijk graag wat voelen, hè? Want er gaan straks natuurlijk ook de vragen over. Hoe komt het dan als ik de Heilige Geest heb, dat ik mezelf zo geesteloos voel? Toch? Zo'n soort vragen zit je toch mee? En hoe komt het dan dat ik dan nog zo op kan gaan in de zonde? En hoe komt het dat ik vaak zo lauw ben? En dat ik zo geesteloos ben? Heb ik dan wel echt de Heilige Geest? Ben ik wel echt een kind van God? Zo werkt het toch? Zo heb ik ook lang geworsteld met zulke soort vragen. Ik heb die nu niet meer. Ik heb nu niet meer de vragen zozeer van ben ik wel een kind van God? En niet omdat ik zo gegroeid ben, en niet omdat ik zo'n sterke dominee ben geworden, en niet omdat ik gevorderd ben, maar omdat ik meer kennis heb ontvangen door de Heilige Geest, en dat ik meer rust en vrede gevonden heb in het woord, in het woord. Vroeger moest ik alles veel meer voelen en veel meer ervaren. Want als ik het niet voelde, was het niet waar. En als ik het niet ervaarde, was ik bang dat ik mezelf bedroog. En ik voel het nog graag. Ik verlang er nog dagelijks naar om het te ervaren. Maar het weten heeft een plaats gekregen in mijn leven. Het weten vanuit het woord. Ik weet dat de Heilige Geest in me woont. En daaraan kun je het weten. Maar luister, Kobrugge zal zeggen, die gelooft, die heeft het.
En hij bedoelde daarmee, het is een zaak van het geloof in de eerste plaats. En niet een zaak van voelen. Maar dat je door de Heilige Geest mag weten vanuit het woord, als Christus je dierbaar is, dat de Heilige Geest in je woont. En dat vind ik dan ook zo'n wonderlijke tekst, jonge vrienden. Dan staat er in 1 Korinthe 1 vers 30, opdat ik mag weten de dingen die mij van God geschonken zijn. En wat is jou geschonken? Hey, luister eens. Als je met een bevende hand en met knikkende knieën je zondige hand gelegd hebt op Christus Jezus, dan ben je voor God rechtvaardig. En God die geeft de Heilige Geest in jou, opdat je dat mag weten. Weten omdat God het in zijn woord gezegd heeft. De dingen die ons van God geschonken zijn. Vergeving van zonde. Zoé. Het eeuwige leven. Zo. De inwoning van de Heilige Geest in je hart. Dat je nooit meer alleen bent. Ook als het licht uitgaat. Ook als je eigen rot voelt. Ellendig voelt. Verlaten voelt. Van God en van mensen. Maar de Heilige Geest zal je nooit meer verlaten. Zelfs als je met een vrouw in bed rolt. Zoals David zegt, neemt uw Heilige Geest niets van mij weg. Als je in zonde valt en slordig leeft. Dat dan de vraag opkomt, Heere, neem uw Heilige Geest. Dat had je wel verdiend, hè? Dat die geest bij jou weg zou gaan. Maar die zou nooit meer bij jou weggaan. Er is geen afval der heiligen. Hebt ge de Heilige Geest ontvangen? Moet luisteren. In het Oude Testament was het toch wat anders dan in het Nieuwe Testament. En dat is niet alleen als het gaat om de Heilige Geest. Maar het gaat ook bijvoorbeeld over de openbaring wie de Heer Jezus is. In het Oude Testament was het allemaal wat bedekt. Was het wat schaduwachtig. Dat hebben jullie toch ook? Ik tenminste wel hoor. Als ik het Oude Testament lees, dan moet ik gauw de bril opzetten van het Nieuwe Testament om het Oude Testament te mogen verstaan. Maar het Nieuwe Testament is wat helderder, duidelijker, klaarder. Als het gaat om de drie eenheid, als het gaat om de Heilige Geest, om de Vader en de Zoon, in het Nieuwe Testament zo klaar, zo helder, zo duidelijk. Hoe komt dat toch? Nou, in het Oude Testament gaat de zon, die gaat langzaam op tot middaghoogte. En je zou zeggen, Pinksteren, dat is eigenlijk het hoogtepunt in de Bijbel. Als het Pinksteren wordt, dan komt de Heilige Geest. En nou moet je even heel goed luisteren. Mag je nooit meer vergeten. Dan komt de Heilige Geest wonen in de harten van de kinderen van God. In de harten van de apostelen. In het Oude Testament was dat eigenlijk in die zin niet zoals in het Nieuwe Testament. Alleen de profeten, de priesters en de koningen, die ontvingen de bijzondere gaven van de Heilige Geest. Maar met Pinksteren, dan wordt de Geest van God uitgestort, jij zei het net al, op alle vlees, op alle soorten van mensen. Er zijn mensen die zeggen, ja, de Heilige Geest kwam toen over alle mensen, maar dat is natuurlijk niet waar. De Heilige Geest kwam wonen in alle soorten van mensen. De gewone man en de gewone huisvrouw. Niet degene die een bijzonder ambt hadden. Maar alle soorten mensen. Daar kwam de Heilige Geest in wonen. Nieuwtestamentisch mogen wij weten. Dat in elk kind van de Heere de Heilige Geest is komen wonen. Hier in Handelingen 19. Handelingen, het boek van de overgang zou je bijna zeggen. Daar waren mensen die waren gedoopt met de doop van Johannes tot vergeving der zonde. Maar de Heilige Geest,
Daar hadden ze nog nooit van gehoord. En zij ontvangen als een speciale, als iets extra's zou je zeggen, op dat moment de Heilige Geest. Daarom heb je nogal eens in sectarische groepen of charismatische groepen dat mensen zeggen dat er een soort tweede bekering moet plaatsvinden. En dan baseren ze zich bijvoorbeeld op zulke teksten als in Handelingen 19. Dan zeggen ze, je kunt een kind van God zijn en je kunt vergeving van zonde hebben en toch de Heilige Geest niet hebben. Kijk maar in Handelingen 19. Nee. Want het boek Handelingen is het boek van de overgang, dat de heilsfeiten meer en meer helderder werden, ook in het leven van de kinderen van God. Goed. Nog één ding, dan moet ik alweer stoppen. En dan bestorm je straks mij maar mijn vraag of zo, mondeling of schriftelijk, zal ik proberen om daar antwoord op te geven op grond van de Bijbel. Want hoe komt het toch dat jullie zo mat zijn, hè? Hoe komt dat, hè? Dat jullie zo slaperig zijn. Hoe komt het dat er bij jullie zijn die belijden dat Jezus Christus de Heer is? En dat jullie belijden dat hij niet alleen voor anderen, maar ook voor jou gestorven is. Maar hoe komt het, hè? Dat je zo'n krachteloos christen bent. Hoe komt dat? Waarom ben je zo lauw? Waarom ben je zo ingezonken? Waarom ben je zo wereldgelijkvormig? Ben je jezelf bewust dat je de Heilige Geest verdriet aan kan doen? Weet je hoe erg dat is, hè? Om iemand verdriet aan te doen. Om iemand die samen met de Vader en met de Zoon gezorgd heeft dat goddelozen behouden zouden worden. Weet je hoe erg dat is als je die verdriet aan doet? Of ben je soms ook bang dat je de Heilige Geest uitblust? Of ben je zo weer aan de zonde gewend geraakt? Die zonde, weet je wel, die je zo had leren haten. En die langzamerhand weer sporen gaan trekken in jouw leven. Die proberen jou om jou gevangen te nemen. En je klaagt vanavond. Je klaagt over geesteloosheid. Je hebt geen zin meer om te bidden. Je hebt geen zin meer om Bijbel te lezen. Net als die jongen van de week. Een jongen in mijn gemeente, uit de wereld, uit de drugs. Overal vandaan. Hij was degene die zei, we moeten Bijbelkring. Bijbelkring houden, heel het jaar door en niet een paar maanden. En hij zei van de week, dominee, ik heb er geen zin meer in. Ik stop ermee. Ik heb geen zin meer in Bijbel lezen. Ik kan de moed niet meer opbrengen om te bidden. Godsdienst is een last voor me geworden. Terwijl ik periodes heb gehad. Dat het geloof mij juist er doorheen droeg. Door die donkere tunnel. Door de moeite en de verleidingen, de verzoekingen van deze wereld. En nou is dezezelfde godsdienst mij een last geworden. Jou toch ook niet? Je hebt nog niet langzamerhand weer de zonde in je toegelaten. De Heer Jezus uit het oog verloren. Nee toch? De Heilige Geest heeft vanavond verdriet. Want hij wil niks liever dan Jezus Christus verhogen. Hij wil niks liever in jouw hart en in jouw leven dat Christus de hoogste plaats krijgt in jouw leven. De Heilige Geest is er nergens op uit om zelf in het middelpunt te staan. Hij wil maar één ding, dat de Vader en de Zoon verheerlijkt worden in deze boze wereld. En zeg dan niet vanavond, ik ben krachteloos, ik ook. Maar we hebben de Heilige Geest ontvangen. We mogen door de genade van God gebruik maken van de Heilige Geest. Om de Satan te schelden. Om de zonde te weren. Om de toevlucht te nemen tot de dierbaarheid van de Heer Jezus. In al je geesteloosheid, in je dorheid. In je wereldgelijkvormigheid. Kom, laten we door de Heilige Geest misschien wel opnieuw de toevlucht nemen tot die heuvel daarboven. Waar die gezegende Heer Jezus hangt als de man van smarten.
die in het graf gelegd is, in mijn graf. Die opgestaan is uit mijn graf. En nou is zijn graf leeg en mijn graf ook leeg. En Jezus leeft en ik leef ook. En de Heilige Geest zal eeuwig bij ons blijven. Wat een boodschap. Dat dit huis, dit gebouw, niet alleen vervuld wordt met de Heilige Geest. Maar ik geloof dat de harten van de kinderen van God vervuld moeten worden met de Heilige Geest. En vanavond, mijn vriend en mijn vriendin, wil hij dat doen door het horen van het woord. Door het zingen van de liederen en de psalmen, hebben we net gehoord uit Efeze. Wil hij ons hart in brand steken. Net zoals bij de emmersgangers. Was ons hart niet brandende in ons, toen hij de schriften opende. Ik laat het even hierbij. En wees straks gewoon eerlijk en zeg gewoon, dominee, ik ben het gewoon niet met je eens en ik snap er gewoon helemaal niks van en ik vind dat u er huspot van maakt. Je mag alles tegen mij zeggen, als je het maar uit de liefde doet. Want tegen dat andere kan ik niet tegen, daar ben ik kapot aan gegaan, dus maak me niet kapot. Doet het met liefde, dan kun je alles aan me kwijt. En zal ik met Gods hulp proberen antwoord te geven op je vragen. Omdat jouw hart vanavond weer mag branden als een vuur door de Heilige Geest. Jij neemt het weer van mij over? Oh, de dames die gaan weer. En heer. En heer.
Ja, mensen, ik ga niks meer over de lezing vertellen. Volgens mij was die helder genoeg. Ik zou zeggen, maak wel gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen. Waar krijg je dat nou? Ik weet niet wat voor kerk jullie zitten, maar vraag de dominee ook aan het eind van... Als je vragen hebt, dan stel ze maar. Doe het in dit geval wel. Ga niet met de vragen waar je nu mee zit vanavond weer naar huis. We hebben hier speciaal een heel blok ingepland om jullie vragen te behandelen. Maak daar gebruik van. Wil je met iemand persoonlijk praten? Er zijn ook mensen van het luisterend oor. Loop ook met een keycord om van het luisterend oor. Die zijn er ook voor je om even er met je over door te willen spreken. Ik zou zeggen, we zingen ons laatste lied voor de pauze. En ik hoop dat je dit lied mag meezingen, vervuld met de Heilige Geest. Volle verzekering, Jezus is mijn. En er is ook een collecte. En jullie weten wat ik daarover wil zeggen. Douw vol die zak. Dat je geen geld bij had, zit ik in één keer te bedenken. En had je zoiets van, ik wou dat met die app, maar hoe heette dat ook alweer? Nou, dat was de gift. Dat kan nog steeds. Wil je een vraag stellen? Dan moet je dat even doen op steljevraag.tk. Dat hebben de jongens vast wel op de beamer. Dat doen ze zo even.
Dan kun je digitaal je vragen indienen. Er liggen ook nog wat briefjes op de staattafel. Dus je vragen kun je opschrijven en je kunt ze straks als je wil zelfs nog mondeling stellen. Heb je een thema, heb je een spreker, wil je meedoen met de social media, dat kan ook allemaal in de pauze. Goeie pauze.